First Ladies houden zich graag bezig met de inrichting van het bureau van hun machtige mannen. Mevrouw Van Rompuy die is op dit moment volop bezig om van de werkplek van haar man het mekka te maken van de Belgische en Europese kunst. En ook de Amerikaanse ambassadeursvrouw die toonde deze week de kunstwerken die zij heeft uitgekozen om in de ambassade te hangen. We hadden een gesprek met beide dames over hun vriendschap en over hun passie voor kunst. Michelle. Dit is een ladies' night. Als mevrouw Van Rompuy arriveert, roept de Amerikaanse ambassadeur er meteen zijn vrouw bij. Hallo. Het is een traditie dat als er een nieuwe Amerikaanse ambassadeur zijn intrek neemt in zijn residentie, er ook 15 kunstwerken in bruikleen mogen genomen worden. De ambassadeursvrouw koos voor een mix van enkele Belgische kunstwerken van onder andere Odile Kinaar en een papieren jurk van Isabel de Borgrave. Maar ook voor Amerikaanse topwerken van Roy Lichtenstein. Dr. Lowinger, how did you make your selection? I went to New York and I combed through galleries and museums to try to get some ideas of what would be fun to have, what would be interesting for Belgians to see. Ze kreeg bij haar keuze tips van mevrouw Van Rompuy. Ook zij is volop bezig met de volledig moderne inrichting van het bureau van haar man, de president van Europa. Well, she's a very good friend of mine. We've gone to art shows together. We went to the Brussels Art Fair last year. And she was looking at art for the collection last year, for her collection. And, you know, we're good friends. We talk about art, we talk about all kinds of things. To your art. Wij zijn hier eigenlijk buren geweest. Dus ik heb 2,5 maanden in de ambtswoning gewoond. En de ambtswoning van de premier ligt hier eigenlijk juist het hoek hiernaast. Zij was hier pas aangekomen, dus ja, zij liep hier een beetje verloren. En hebben die direct eigenlijk mee opgenomen, ik zal het maar zeggen, in ja, de pracht en de praal of de troeven die België heeft. En zo is zij onmiddellijk op de Belgische mode gevallen, de mode en de kunst. En zo zijn we, ja, zo zijn we eigenlijk echt vrienden geworden, ja. Op 15 december zal het geristaalde bureau van Van Rompuy in het Justus Lipsius-gebouw worden voorgesteld. Mevrouw Van Rompuy is er al maanden mee bezig. Dus het kabinet van mijn man, dat gaan we de titel geven Cabinet of Curiosity from Belgium for Europe. We hebben Luc Tuymans, we hebben Jan Fabre, we hebben Wim Delvoye. Er zijn een paar kunstwerken die op maat gemaakt worden. Stokmans maakt iets, Val Saint-Lambert gaat in kristal een, ja, een zeer opzichtig kunstwerk maken. Ik zie er echt naar uit. Right. Good golf. Oh, it's fun. It's too bad.